En sta in mijn lugar, 20 december 2004, in een top van de Mila Platieweg. De schot, je ziet een mondingsvlam, een flits en je ziet het slachtoffer neervallen. Door optreden van de politie is in zeer korte tijd een verdachte aangehouden in de zaak van de minimarketmoord. En zie je een man daar, ik ging gelijk naar buiten. Ga naar achter, ga naar achter, ga naar achter. En zo, maar ik was gewoon in een beetje shock, zeg maar. Een soort van fear in mijn ogen, like, dat hij probeert te zeggen, hey, geloof me, ik heb niks gedaan. De ser inocente, riba un caso de atraco por un muerto. Vernon is niet van de type guy dat dingen doet. Als hij het was, sowieso gaat hij tegen mij zeggen. Enkele met de ser inocente door die algún misse blof. De veroordeelde meneer Rombly die heeft via een WhatsApp-gesprek gezegd van ik ben de dader. Hij heeft ook andere dingen gezegd, dat hij in de gevangenis had gezeten. Hij werd een score bij die dames. De vraag is niet of die getuigen betrouwbaar zijn, of die WhatsApp-gesprekken betrouwbaar zijn. Herkenning door die moeder en die dochter is nooit goed onderzocht. Met name de vorm valt op. De wenkbrauwen van de daders zijn veel ronder van vorm. En die van Vernon de Rombly zijn wat hoekiger. All the parents of the kids telling them, don't hang out with Myron because he has a brother who killed someone, so he might do it to you guys too. Hij heeft het niet gedaan. Hij was niet in staat om zoiets te doen. Het gaat recht in tegen je gevoel van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Ik ben zijn la. Tien die aan hangen in de jora. Vooral om je zin te pensen. Kijk het door mijn pijn af. Dus ze verdient het om heropend te worden.